Hallo, ik ben Tom. Ik ben theatermaker. Mijn naam is Yves van het gezelschap Berlin. En ik ben Bart eveneens van het gezelschap Berlin. Wij zijn een voorstelling aan het maken, Remember the Dragons. En die voorstelling is gebaseerd op een ritueel, op een feest in China, waar kinderen die betrapt worden op een eerste leugen, in plaats van gestraft te worden, wordt er voor hen een feest georganiseerd om te vieren dat er mogelijkheden in het leven zijn. En Remember the Dragons wordt een beetje een bijzondere voorstelling, in die zin dat het er niet standaard gaat uitzien als in een theater op een podium, maar eigenlijk is het een grote installatie, een grote ovale tafel waar 30 schermen rondstaan en op elk van die schermen is dan een kind te zien van ergens in de wereld die een heel speciaal, bijzonder, ongelooflijk verhaal heeft. Een van die kinderen die dus aanwezig is op het feest, heeft een afwijking aan een chromosoom waardoor ze geen pijn voelt, amper moet eten of honger heeft en met heel weinig slaap de dag doorbrengt, enkele uren per nacht. Al die kinderen hebben wij geïnterviewd en die komen allemaal samen aan die tafel en samen met jullie, met 30 kinderen die hen zullen ontmoeten. En we hopen dat jullie allemaal komen kijken.